Ik ben Wim Baljeu en ik ben echt wel al als klein manneke gebeten door de kookmicroben. En dat is een goedaardig beestje, maar je komt er nooit meer vanaf. Dus werd de slagerszoon een cateraar voor evenementen. En de lat lag hoog, alleen het beste is goed genoeg en in no time had ik een fantastisch team en veel topklanten, tot het koningshuis toe. Na een aantal jaren in die topgastronomie had ik toch zo heimwee naar mijn roots. Zo simpel, lekker eten, maar toch met de vibe en de buzz zo van de grootstad. Balls & Glory was geboren. Ik wilde vooral een hedendaagse versie van een eetcafé. Zo gewoon een plaats waar je ieder moment van de dag kan binnenstappen voor zo een goed bord voedzame comfortfood. Ik dacht, gehaktballen, dat is comfortfood, zo van ons. En iedereen lust ze en je kan er eindeloos creatief mee koken. Het idee sloeg aan en de Balls & Glory eetcafés zijn nu all over the place. Geef toe, iedereen vindt gehaktballen lekker. In alle geuren en kleuren, vegetarisch, vlees, vis, van groot tot klein, gevuld, niet gevuld. Dus ik wil heel graag alles wat ik erover weet met jullie delen, hier vanuit mijn keuken thuis in Brussel. Ik ben Wim Baljeu, dit is Bal Nationaal. Er zijn gehaktballen en er zijn gevulde gehaktballen. Bij ons is het idee ooit ontstaan om eigenlijk gehaktballen te gaan opvullen nadat we een techniek heel vaak in de patisserie gebruikten. Zijn er gewoon diepvriesvullingen chocoladeganache in een moelleux steken, dus in een chocoladegebakje. Ik ben diezelfde techniek gaan gebruiken bij gehaktballen. Alleen steekte daar natuurlijk geen chocolade in, maar wel ja, echte smaakbommetjes. Dus je kunt er alle richtingen mee uit, maar de basis is meestal gewoon een witte saus. Roux zijn de boter en bloem. Met dan melk erbij en dan kruiden. En achteraf kunnen we dan gaan spelen met extra ingrediënten. Boter dus. Je doet er dan gewoon net iets meer bloem dan boter bij. En doet dat schoon op het gemakje. Want je wilt wel dat dat even bakt. Maar je wilt geen bruine roux natuurlijk. En dan volle melk. Die gaat daar gewoon druppelsgewijs bovenop. Een beetje wachten, roeren. Een beetje toevoegen, een beetje wachten. Dat er zeker geen klontertjes bloem in zitten. Zie je? Ongeveer een liter melk gaat daarbij gaan. En daarbij komt dan zout, een beetje peper. En terwijl blijven roeren, hè, want straks gaat het echt goed gaan indekken. Nootmuskaat. Kijk, zie je? Die binding begint al een beetje te pakken. Voilà. Nu gaan er wel nog twee dingen bij. Dus enerzijds ga er een aantal blaadjes gelatine in doen. Dat maakt het straks makkelijker om daar echt ronde vullingsjes van te maken. En anderzijds, voor de smeuïgheid, gaat er een mengeling in van eierdooier en room. In de Franse keuken noemen ze dan een liaison. Hè. Het wordt soms gebruikt in soepen. Of in bepaalde sausen, maar dus ook in vullingen van gehaktballen. Eén ding is wel belangrijk, dat is dat je je vuur aflegt. Er gewoon erbij. Eén keer direct omroeren, want je wilt vooral niet ja, dat dat een omeletje wordt. En een bladje of twee geweekte gelatine. In ieder geval heb je op deze manier het geheime recept om een vloeibare vulling in je gehaktbal te steken. Ik ga in ieder geval aan de slag. We gaan twee recepten maken om de perfecte gevulde gehaktbal te maken. Tjaka! De mix is simpel als bonjour. Nu telt nog maar één ding, smaak. Straks vul ik een bal met spek en ui. Eerst stop ik er een bommetje in van Thaise groene curry en verse prei. Dus de prei fijn snijden in een grove paysan. Dus kubusjes zo van 1 bij 1 centimeter ongeveer. En dat is goed voor de smaak natuurlijk, die prei. Maar dat gaat ook zorgen dat er zo'n beetje een krokante beet in die vulling zit. Er is niet veel zand te bespeuren in onze prei, maar we gaan hem toch even spoelen. En dan kort even aanbakken. Niet zozeer voor die prei, want
Op zich zouden die rauwe prei kunnen toevoegen aan onze vulling, maar vooral om zo die smaken van de green curry pasta te activeren. Je moet zo, zoals dat een stoofpotje maakt, moet je dat zo wat laten branden. Hoppa. Daar een heel klein scheutje olie in doen. En wat ik ga doen, is zelf maar de helft van de prei nu gebruiken om die curry mee te laten bakken. En dan doen we de andere helft er straks gewoon bij. Dat dat goed krokant blijft. En dan een klein lepelje van die currypasta. Dat is lekker spicy. Allee, twee kleine lepeltjes. Dat mag echt spicy. Het is echt een smaakbommetje. Die niet alleen die gehaktbal gaat oppimpen straks, maar ook die stoom die erbij komt. Dat loopt dan een beetje in uw bruine saus. Dus this is real shit, man. Kijk zo. Dan gaat de rest van die prei erbij. Puur voor de crunch. En dan alles samen bij dat basisbeslag. Je kunt gerust een halve kilo bijna prei en curry bij een halve kilo basisbeslag doen. Dat is altijd zo'n beetje the way it works. Nu, de volgende stap is zorgen dat we een soort van diepvries pingpongbal hebben die we dan zoals een vogelnestje in een gehaktbal kunnen boetseren. Je hebt twee opties. Doordat hier een blaadje gelatine in zit, gaat dat ook opstijven. Dus je kunt dat in de koelkast zetten. Je kunt daar dan een balkje van draaien en dat in de diepvries steken. Maar nog makkelijker en eigenlijk aan te raden is ofwel zo siliconenmatjes met halve bolletjes gebruiken. Of tegenwoordig heb je ook zo van die ijsblokjes vormen voor gin tonic bijvoorbeeld. Hè. Dan kun je gewoon die vulling daarin lepelen en zo invriezen. Kijk. Lepelt dat daar wat in? Je moet dat niet perfect afstrijken, want straks gaan we dan die twee helftjes tegen elkaar kleven. Hup. Voilà, kijk, we gaan die nu invriezen. Hoe harder dat je die kan vriezen, hoe beter. Hè? Hoe makkelijker dan ze dan straks in de gehaktbal gaan. Gevulde ballen, dat vraagt om een stoempje natuurlijk. Dus ik ga aardappelen en wortelen combineren met spruiten. Een goede Belgische stoemp. Wortelen en spruitjes. Pekes, hè? Noemen ze dat soms. Ik vind dat zo grappig. Pekenstoemp, zo wortelstoemp. Smaakt al direct helemaal anders. Goed. Die wortelen moeten van mij zelf niet schillen. Gewoon dat groen verwijderen. De wortel eraf. Pekenstoemp. Ik dacht eerst dat dat zo'n stoemp voor pipetjes was. Maar dan had ik pas door penen of pekes. Nu, kijk, gewoon grote stukken. Want die wortel, ik ga die wel meekoken met de aardappel. Zo maak ik meestal mijn stoemp. Wortel en aardappelen samen koken en dan krokante groenten aanbakken. Goed, patatten, ik ga die wel even moeten spoelen. Hè. Ik heb hier polderaardappelen, dus de aarde hangt daar nog rond. Als je patatjes in de supermarkt koopt, moet je dat gelukkig niet meer doen. Dan, de saus die we gaan serveren bij onze gevulde gehaktbal en stoemp is eigenlijk een beetje geïnspireerd op de Benamsaus van mijn moeder. Ja, die maakte zo vroeger eigenlijk een redelijk banale saus. Sorry mama, dat ik dat zo noem. Maar met de jus van gebakken Benam, waar dat ze dan een blik peren aan toevoegde, een beetje bruine fond en veenbes op het laatste. En die zoet-zuurbalans, dat werkte keigoed. Ik denk dat dat een superpopulaire saus was in Gent en omstreken. Ik ga daar een beetje een soort van variant op maken, maar misschien net ietsje geraffineerder. Hè. Dus net zoals iedere goede saus, start ze met een ui of een shallotje in dit geval. Dat is al makkelijk. Daar komt dan een klein beetje wortel bij. Samen met een stukje gerookt spek of spekblokjes kan ook. Hè. Dan mogen ze zelf wat die, de kantjes
zijn. Dat is voldoende. Zo. Ook fijn snijden. Zo. Samen met, en dat is misschien een beetje een vreemde eend in de bijt, peer. Dat is wel echt, soms even wat, er mogen zelfs zo wat bijna overrijpe peren zijn. Want het is niet alleen die smaak van die peer die mij interesseert natuurlijk, maar vooral ook die pectines die in die peer zitten. Dat gaat zorgen dat die saus straks een mooie glanzende binding krijgt, zonder dat ze nog extra boter of maïszetmeel of zo moet toevoegen. En om zeker te zijn dat al die pectines daar mooi blijven inzitten, mogen ook die schil daaraan laten. En ook die peer gaat in kleine stukjes. Zo. We gaan alles samen aanbakken. Als je start met je gerookt spek, hoef je zelf geen olijfolie of boter toe te voegen. Gewoon, kijk, hier daarmee starten. Dat wil ik horen, hè. Dan de shallot. Misschien een keer hard wil roeren. Als dat zo'n beetje glazig begint te worden, wat dan nu ongeveer is, mag die wortel er ook bij. En als ook die wortel een beetje begint te kleuren, dan die peer erbij. Huppa. En dan, volgende stap is die zoet-zuurbalans die daar nu al een beetje in zit, dat zouten zit hier ook al in, toch nog gaan versterken met bruine bastardsuiker, dus echt zo van die donkerbruine suiker. En iets van azijn, liefst mag zelfs wat fruitazijn zijn, bijvoorbeeld frambozenazijn. Altijd leuk, witte wijnazijn zou ook kunnen. Zolang dat je maar een beetje dat gebrande, zoete en zure hebt. Allemaal mooi samen, een beetje bruine suiker. Je ziet dat dat meteen wegsmelt. En dan, zo net het moment dat je ziet dat alles mooi karamelliseert, blussen met iets fruitig van azijn, bijvoorbeeld een frambozenazijn is hiervoor ideaal. Kijk. En hier komt dan een goede bruine kalfsfond bovenop. Ik heb zo'n goede gelatineuze kalfsfond meegebracht uit het restaurant. Je kunt daar eventueel een andere fond of eventueel bouillonblokjes aan toevoegen ook. Zie, dat is echt zo, ja, een fond comme il faut, hè. Laat het mooi wegsmelten. Laat dat maar mooi samenkomen. En als het liever op het laatst nog een klein beetje water bij te doen om die saus de perfecte dikte te geven. Goed. We hebben nog geen balletjes natuurlijk. Onze vulling zal ondertussen wel al hard zijn, bevroren. Maar we gaan ballen draaien. Grote ballen, een beetje zoals een vogelnestje. 210 gram ongeveer per bal. Op basis van zo 50-50. Varkens, runs gehakt. Ik heb vullingen gemaakt voor 3 gehaktballen, dus ik ga er ongeveer 3 draaien. 1, 2, 3. En dan le moment suprême. Het ogenblik is aangebroken dat onze prei en curry vulling in het midden van die gehaktbal gaat. Dus kijk, je ziet, dat is hard. Als je zo 2 tegen elkaar duwt, krijg je dus het fenomeen van die een pingpongbal. Je maakt een kuiltje, dan steekt je die vulling daar zo in. Hup. Het is wel belangrijk dat hij goed dicht is natuurlijk. Want straks dan, tijdens het bakken, gaat die vulling terug mooi onttooien. Kijk. Dus kuiltje. En dan 2 helftjes op elkaar. Er zo in. En dan rondom rond paneren. Doe dat maar nog een keer aan. En dan in een voorverwarmde oven 27 minuten op 175 graden. Voilà. De stoemp die ga ik afwerken met zo krokant aangebakken spruitjes. Dat is gewoon van die, ja, Brusselse spruitjes. De buitenste blaadjes verwijderen. En ik snij ze gewoon eigenlijk in 4 al. Dus dat is redelijk klein. Dan is dat voldoende als je gewoon even krokant aanbakt. Dat gaan we dan bij die stoem doen.
Stoempje is fantastisch lekker. Nu nog die bruine saus. Meer dan dat gewoon mixen moeten we niet doen. Dat wordt zo een mooi glad sausje. En dan gaat dat de beste ballensaus zijn dat je ooit gegeten hebt. En dan het geheim ingrediënt van moeder Balieu, lieveke. Zo. Ene lepel van die veenbessen confituur. Kijk, zo wat dat fris zuur van die besjes heb je nodig, zie je? Voilà. Saus, stoemp. En we hebben nog 1 minuutje voor de ballen, dus dat is perfect, hè. Voilà. Kijk. Zo heb ik ze graag, de balkjes. Dus kijk, we gaan gewoon een ringetje maken van die stoemp in het midden. Je ziet, dat zijn echt mooie, grote stukken van die stoemp. Een grote bal in het midden erop. En dan een lepelje van onze bruine saus. Huppa. Een goede stoemp van pekes en spruitjes. Een gevulde bal met prei en green curry erop. En dan veel bruine saus. Ik ken een restaurant wat als een gehaktballen zo serveren. Keilekker. Stoemp, saus en een gevulde bal. Geen discussie. Lekker. Of serveren ze een verse boterham bij een gehaktbal, maar dan wel besmeerd met kruidenboter. Begin met, of course, Malse hoevenboter en wees zeker niet zuinig met shallot en verse peterselie. En dan die scheut citroensap, die maakt het fris. Kruid met zout, vers gemalen peper en plet alle smaken samen. Verpak de kruidenboter in een vel vershoutfolie en rol er een soort van worst van, nu nog koelen. Oké, over naar de ballen. Gevuld met ui en zo'n zalig stukje varkensvlees. Dus gerookt spek, we gaan dat gewoon fijn snijden. En dat dan samen aanbakken met van die gedroogde uitjes. Spekjes aanbakken. Vetstof is opnieuw niet nodig. Dat is perfect. Hup. En die gaan recht onze vullingen. Je moet echt niet naar de hotelschool geweest zijn. Of de kokschool om te weten dat dit lekker is. Hè? Kijk. Bacon en onion. Kijk, hoor het gewoon al. De crunch zit daarin. En ook deze vulling gaat opnieuw in onze siliconen matjes. We weten al hoe dat werkt. Hè? Eigenlijk lukt dat nog beter als je het met 2 lepels doet. Kijk. Je kunt gewoon zelf je vulling er wat afduwen. Hup. Goed, laten we opstijven. We nemen meteen ook gehakt, gekruid, gemengd, gehakt, want we zijn ballen aan het maken natuurlijk. Kijk. Ik denk 160 gram ongeveer zal dat zijn. Dan gaat er 40 gram vulling bij en dan hebben we een bal van rond de 200 gram. Het is al een keer een deftig balken, hè. En dan gaan we een keer paneermeel maken. Nu, wij deden dat vroeger in de slagerij superveel. Dan werd al dat oud brood in de slagerij zo in een hele grote kutter gemalen. Was mijn moeder altijd kwaad op mijn pa, omdat gewoon de ganse slagerij vol met broodstof lag. Ik heb hier niet de discipline om oud brood op te sparen. Maar wat ik soms wel doe, is zo gebroken beschuiten en zo een beetje de onderkant uit uw beschuitentrommel. Heel kort in de blender.
En dan heb je echt wel super paneermeel. Heel kort, anders heb je toch ook stof. En dan die laatste krummeltjes duw je een keer erin. En dat is perfect, kijk. Er schiet niet veel meer van over, hè. Voilà. We gaan onze oven voor verwarmen. Een keer zien. Op 175 graden. Huppa. Bakplaatje bij de hand nemen. Want we gaan balkjes vullen. Ik ga juist nog mijn bakplaatje een klein beetje invetten. Een bakpapiertje zou ook kunnen, hè. Zo. En dan opnieuw twee helftjes tegen elkaar. En dan nemen we onze gehaktbal, waar we dan een kuiltje in maken. Die vulling er mooi in boetseren. En dan voorzichtig dicht duwen. En dan paneren in het paneermeel van onze beschuitjes. Niet mee inzetten als er daar zo wat een stuk beschuit bij zit. Dat maakt het alleen maar lekkerder. I'm no longer found. Bugs got on my army. Passed out in the yard. Spiders on my tummy. I'm no longer found. Sex got on my pride. Ik maak een seldersaus bij dat balkje. Start natuurlijk met selder. Fijn snijden. Ik ga ook al een shallotje fijn snijden. En een klein beetje look. Zo. En dat gewoon alles samen even aanfruiten. Dus niet echt bakken. Gewoon zo een keer glazig laten worden. Allemaal samen, kijk. Een goede match, een beetje die look en die seldertoetsen die daarin zitten. Dan tijm en een blaadje laurier daarbij. Want we gaan dat nu onder de witte wijn zetten. En zo echt zo die zuurte van die wijn die daar dan in komt. En we laten dat echt reduceren. Dus inkoken tot de helft. En daarna gaan we dat monteren met room en ijskoude boter. Kijk. De tijm en de laurier die gaan eruit. Hup. Een paar ijskoude klontjes boter erin. Zo. Fantastisch. En dan afwerken met een scheutje room. 1 deciliter, niet te veel. En dan een paar toefjes selderzout. Nog 1 keer draaien. En vuurken uit. Kijk. Sausje is klaar. Kruidenboter die is ondertussen mooi opgesteven. Dat plasticje gaat eraf. Kijk, die balken zijn klaar. Maar ik laat ze nog even rusten in de oven, zodat de temperatuurschok niet te heftig is. En ondertussen kan ik ze van die mooie schijven kruidenboter klaarzetten. Zo. Met een goede snede brood. Zuurdesem, hè. Dat is fantastisch. Voilà. Perfecte brood, perfecte boter. Nu nog een perfect balkje erbij. In het midden van een bordje. Goed, fris zure seldersaus daar nog rond. En zo zie je maar, gevulde gehaktballen maken is superleuk. Dus ik zou zeggen, laat u inspireren door de recepten op njam.tv en ga gewoon zelf aan de slag. En aan de bak. En aan het vullen. En aan de afwas.